François Collin volgt het Antwerpse voetbal al meer dan 35 jaar. Vroeger ging hij de ene week naar het Beerschot van Lozano, de andere naar het Antwerp van Kodat. Elke week topvoetbal in Antwerpen. Vanaf nu is er zelfs niet eens meer eerste klasse voetbal te zien. Dat is dramatisch voor Antwerpen en dat is dramatisch voor het Belgisch voetbal. De grootste stad van Vlaanderen moet op het hoogste niveau ook in het voetbal vertegenwoordigd zijn. Een dieptepunt is bereikt in het Antwerpse voetbal en dat in een stad die wel degelijk voetbalminded is. Dat bewezen de Germinal Beerschot supporters op de Heijsel en ook de 20.000 die met Antwerpen naar Wembley trokken. Er is geen enkele reden waarom dat er in Antwerpen geen bloeiende voetbalclub, en ik zou zelfs zeggen voetbalclubs, zouden kunnen zijn. Het is gewoon een kwestie van niet de juiste mensen die aan de leiding van die club zijn gekomen, want anders is het in Antwerpen even goed mogelijk om goed te presteren als waar dan ook. Dus bij beide clubs, wanbeleid zegt u? Slecht beleid in elk geval, ja. Foute beslissingen in het bestuur, dat is zowat een constante in het Antwerpse voetbal de afgelopen jaren. Het begin van de teleurgang was er zo'n 15 jaar geleden, met het Eurostadion dat er nooit is gekomen. Ja, dat was een duidelijk gemiste kans. Eigenlijk was er nu weer een nieuwe kans om met een nieuw stadion een nieuwe dynamiek te creëren. Die is door de schuld, de eigenzinnigheid van Van Oppen ook weer voorbij gegaan. Om Antwerpen opnieuw topvoetbal te geven zal er nog heel wat moeten gebeuren. En een fusie is daarvoor zeker geen oplossing, vindt Collin. Ik geloof absoluut niet in fusies. Dat staat haaks op de essentie van het voetbal. Die supporters die zijn voor hun club en voor geen andere. En er is ook er is geen enkele reden waarom als die twee clubs samen gaan dat dan plots een goed beleid zou gevoerd worden. Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Collin ziet maar één uitweg in Antwerpen. Nieuw kapitaal met vooral nieuwe mensen aan het roer.